De mannen zijn er klaar voor hun eerste ronde dubbelpartij. En het is Feliciano Lopez die gaat beginnen met serveren. Meteen een heel prima punt om mee te starten. Als we dit mogen vasthouden komende anderhalf uur, dan wordt het een feestje, deze dubbel. Wordt niet vaak uitgezonden natuurlijk, het dubbelspel, maar het is ook zo leuk, want het gaat snel. Je moet goed reageren. Het is vaak attractief om naar te kijken. Ja, weer goed gekozen dat moment van de Bakker om voorzichtig op te schuiven naar het midden. En zo is Mark Lopez opnieuw in de problemen. Hij was ook degene die zijn service game eerder verloor. Dus de break achterstand kreeg. Daardoor de Bakker. Wat had deze man goed gezien vanuit zijn ooghoeken. En dus juice. Maar nog steeds gevaar natuurlijk. Er wordt maar één punt gespeeld. En daar is ze opnieuw serviceverlies. Zeer, zeer matige volley daar van Feliciano Lopez. Geen goed voetwerk, alleen maar een armactie. En baalt. Nou, dit is een praktisch foutloze set van Timo de Bakker en Robin Hazen. Sporadisch zitten er wat Spaanse tennisfans. Maar er is weinig reden tot juichen tot nu toe. Want het is 6-2, 2-1 voor Hazen en de Bakker. Mooi zeg. Ja, als je dit zo ziet, dan hoop ik toch dat ze vaker gaan dubbelen. Hazen en de Bakker. Want het lijkt een ongelooflijk ingespeeld duo zo. Weer zo gretig, goed dicht op het net gekropen. Uitstekende volley. Ik denk dat Jan Simmerink trots kan zijn op dit Davis Cup duo. Snelle game opnieuw, weer een love game. Zo moet eindigen, maar mooi punt. Aanvankelijk bijzonder knap verdedigd door de Bakker met het terughalen van die lob. Want hier een paar hele snelle reacties. Dat is spijtig zeg. Ja, strakke punten in deze laatste game van de Nederlanders. 40-0, er zijn drie mogelijkheden om de partij nu te gaan beslissen. Eerste matchpoint wordt weggewerkt door de Spanjaarden.
Maar het tweede niet. Ace nummer 6 betekent winst voor Timo de Bakker en Robin Hazen. Zij verslaan de mannen Lopez, Mark en Feliciano. Prima overwinning.